Hoe blijf je jezelf in een leven wat propvol zit met ouder-apps, huishoudelijk gedoe en gebroken nachten? Wij, Laura Verster en Kimberly Klaver, testen wekelijks verschillende methodes. Van microdosen met truffels tot constructief ruzie maken. Alles is het proberen waard als het kan bijdragen aan het behouden van die vrije geest. Want voordat je het weet, sleurt het leven je mee. Sta je omstipt 6 uur achter de piepers. En denk je, what the fuck happened to me?